Hoi en leuk dat je kijkt naar deze shoplog, pashokjes shoplog van zwangerschapskleding. Ik heb nog niet een hele grote buik. Ik zit nu op 21 weken. Maar ik vond het wel heel erg leuk om alvast deze shoplog op te nemen. Omdat ik toch zelf aan het kijken ben naar kleding. En kan het nou een beetje leuk zijn of niet, dit soort kleding? Hoe zit dat met die mode van tegenwoordig? Dus hierbij mijn pashokjes shoplog van zwangerschapskleding. Een outfit van de prenatal zelf. Een rok van de prenatal van 25 euro. En een topje van 8 euro. Dan moet je dan natuurlijk wel een leuke legging nog bij doen. Maar als de buik nog groter is, is dit wel echt heel handig dat er lekker ruimte zit. Ik vind dit een hele leuke rok. Semi-leren broek van Love to Wait. Ik heb dit merk pas net in de winkel ontdekt en ik vind het echt super leuk. Het is niet echt iets voor mij om te gaan dragen, denk ik, tijdens een zwangerschap. Omdat ik dan toch een stuk dikker ga worden nog. En dan in zo'n broek wordt het zo'n gepers. Het is een mama band. Ik weet nog niet of ik zulke dingen ga dragen. Nou, als het groter wordt is het wel leuk. Het heeft wel iets. Kiekeboe staat er. En deze dingen zijn €12,95. Oké, dit is een jurk van Mama Lisjes van 40 euro. Ik had bij mijn vorige zwangerschap ook een broek van Mama Lisjes die ik heel fijn vond. Ik vind deze eigenlijk ook wel erg leuk. Vooral vanwege de winter die eraan komt. Het is echt een leuke truijurk. Lekker warm. Ik heb even geen legging, dus ik doe het even zo. Deze is van prenatal zelf. En deze is €35. Dit zou voor mij denk ik een beetje te tuttig zijn. Wat heb jij? Oh, je hebt nog meer kleding voor me. Ja, spijkerbroek heb ik al. Die spijkerbroek is sowieso veel te groot. Die wil ik wel passen. Wat vind je hiervan? Is wel een beetje jouw look. Ja, mijn look. Ik vind het een beetje tuttig nog, maar misschien moet het wennen. Maar ik vind het wel genoeg wel. Deze broek is ook van de prenatal, van hetzelfde setje als van net. En deze broek is ook €40. En ik vind hem super leuk. Toen ik hem in mijn hand had, dacht ik, hé, wat is die kort? Maar met laarsjes kan dit prima zo. Oké, een truitje van prenatal van €30. En weer een broek, een beetje de stoerste broek die ik kon vinden. Weer van Love to Wait. Ook het stoerste merk wat ik hier kan vinden, naar mijn idee. Van wat ze hier dan hebben nu, hè, op dit moment. En die broek is €70, geloof ik. Ja. Een leuke broek wel, maar ik vind hem wel een beetje hangerig hier. Mijn oog viel op dit truitje. Nou ja, mijn oog niet. Mijn hand. Omdat het zo lekker zacht is dit. Het is echt, och, wat lekker zacht. En het rekt ook lekker mee. Dit vind ik wel wat hebben. Het is tuttig, maar dan toch weer een beetje stoer. Ja, echt. Echt en lekker lang. Dat willen we natuurlijk, hè. Lekker lang, zodat die buik lekker kunnen groeien. Nou, echt een heerlijk stofje. En hoe duur is die? En waar is die van? Hij is €30. En hij is van Mama Lisjes. Deze is van prenatal zelf. €40.
En dit is echt heerlijk voor de winter. Want ik ben natuurlijk straks heel dik in de winter. Dan zijn deze dingen wel heel lekker. Zo, dankjewel voor het kijken naar deze pashokjes shoplog vanuit dit pashokje. Ik hoop dat je er wat aan had. Aan dat zwangerschapskleding dus misschien toch nog wel leuk kan zijn of stoer kan zijn. Ik ben in ieder geval wel overtuigd dat er wel een aantal dingen zijn die leuk zijn. Maar dat ik vooral eigenlijk niet echt heel veel dingen nu nog echt nodig heb. Dus ik weet nog niet precies, ja, of ik het echt de moeite waard vind. Maar aan de andere kant, het zijn ook alweer dingen die je gewoon nog kunt blijven dragen na de zwangerschap. Dus why not? Laat even weten in de reactie of je het leuk vond. Dankjewel voor het kijken. Geef een duimpje en abonneer als je het nog niet bent. En dan tot alle volgende zwangerschapsvideo's, vlogs enzovoort. Doei doei!